Oké, dit is een apparaatje dat je onder de deken van je paard kan doen. Ik heb hem hier dus vastgemaakt. Oké, de deken is nu af. Je ziet echt allemaal zweetvlekken. Het is wel chockerend eigenlijk wat eruit komt. Ik vond het heel erg interessant. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van mij. Het is nu al de tweede keer dat ik een unboxing video maak in een vrij korte tijd. Maar ja, dat komt in ieder geval als je pakketjes opgestuurd krijgt. Ik heb vandaag een unboxing over dit product. En het is niet echt zomaar een unboxing, het is ook niet zomaar een product. Het is namelijk eigenlijk een soort van een uitvinding. Dat vooral het welzijn van het paard centraal stelt. En daarom het is ook niet echt een unboxing als in een dekje of laars of wat dan ook. Maar wat lekker. Doei, plastic. Wie doet dat ook altijd als je een pakketje krijgt? Dan doe ik het splitsing om. Eerst bubbeltjes plastic, dan het product zelf. Maar een meisje in mijn klas, die is met dit product begonnen. Zij verkoopt deze en ze heeft hem ook al in verschillende Facebookgroepen gezet. Dus misschien heb je hem wel voorbij zien komen. Het heet Orscana. En ik weet echt nog helemaal niks van het product. Ik weet ongeveer hoe het werkt, van wat zij erover verteld heeft, maar voor de rest niet. Ik ga ook later in deze video dus naar stal toe en dan ga ik het bij Marley testen. Het is er helemaal niet schadelijk of zo hoor, bij je paard. Het is juist, je paard heeft er geen last van, voelt er niks van. En je krijgt meer informatie te weten over je paard. Oké, dit is een apparaatje dat je onder de deken van je paard kan doen. En die meet dan de conditie van je paard. Zeg maar hoe die op dat moment is. En eigenlijk is het wel jammer dat ik hem gisteren niet heb uitgetest. Gisteren gingen we naar de stand toe. En toen had hij eerst in een keiharde regenbui gestaan. Toen had ik hem met zijn zweetdeken om in de trailer gezet. Eigenlijk had hij toen wel mooi toen eronder gekund. Maar ja, dat is altijd, dat zie je altijd weer achteraf natuurlijk. Dus ik ga hem even proberen open te maken. Oké, hij is open. Wat ik zie is eerst even een... een foldertje met een korte gebruiksaanwijzing. Nee, dat is niet echt gebruiksaanwijzing. Een soort van gebruiksaanwijzing. Oh, je moet toch maar ook je telefoon erbij hebben. Oké, nou, we gaan het gewoon even. Dit is van mij wel echt een gebruiksaanwijzing. Ik vraag me af of het ook in het Nederlands is, want mijn Engels is niet super geweldig. Maar ik ben er bang voor. Oh, kijk, Nederlands. Nederland zit erbij, jongens. Dat is altijd goed. Dit is het. Het is een heel klein apparaatje. Dit ziet er grappig uit. En dit is een klein zakje. Waar je hem denk ik in kan doen. En dit is er nog één. Oh, wow. Oh, het zijn er ook echt twee. Wow, het zijn twee losse zakjes. En het is een zakje met er eentje eraan vast. En ik heb hier nog een losse. En dat was het volgens mij. Oké, dan ga ik even kijken wat er dus allemaal bij staat. Oké, er staat een druk op de knop. Dan denk ik dat ik deze moet hebben. Ik zie geen knop. Oh, ik heb de knop gevonden. Want dan zegt hij, er gaat een groen lampje branden. Oh, dat zie je nu. Nou, oké, groen lampje branden dus maar heel eventjes. Om te laten zien dat hij dus aanstaat. Er gaat een groen lampje branden om aan te geven dat de sensor dus aanstaat. Druk tegelijk op de twee blauwe knoppen om de tas van het bevestigingssysteem te halen. Oh, dat had ik net per ongeluk gedaan. Maar dat doe je dus zo. En dan haal je er vanaf. Oké, dan ga je naar plaats de sensor in het zakje en bevestig. Oké, dus dit is de sensor en dit is het beveiligingssysteem. Plaats de sensor in het zakje. Waar wil ik dan? Maak dat uit. Oh, volgens mij heb je gewoon zakjes erbij gekregen, zodat je dat gewoon op meerdere dekens of zo kan bevestigen dan. Oké, we gaan hem in het zakje doen. Plaats de sensor in het zakje en bevestig het aan het deken van het paard. Het zakje moet tussen het paard en het deken worden geplaatst, ter hoogte van de holte van de heup. Gebruik het bevestigingssysteem door het schema hieronder te volgen. Breng de naald aan in de hiertoe voorziene bevestigings... Oh, ik snap het! Ik dacht eerst van hoe ga je dit ooit aan je paard krijgen, maar ik snap het. Want dan zit hier een gaatje en hier een pinnetje en dan kan je hem dus zo in elkaar duwen en dan... klikt die en dan is die. Dan zit die vast. Dus dan zit hier zeg maar je deken er dus straks tussen. En nou, helemaal feest. Let erop dat de vestiging goed is vastgemaakt door er licht aan te trekken. Nou, dat zit wel goed. Druk op de knop om de sensor uit te zetten. Dan moet ik eerst de rotaries ook weer zien te vinden als die in het zakje zitten. Volgens mij is die hier zo. Ja, oké. Okay. Nu gaat er een rood lampje branden en dan is die uit.
kunt de compatibiliteit aan uw Android smartphone controleren met de BLE checker beschikbaar op Google Play. Nou, ik hoop dat dat dan ook gewoon... Oh ja, het staat ook op de App Store. Dus we gaan nu even, mijn telefoon is net uitgevallen, ligt nu aan de oplader. We kunnen hem gelijk even downloaden. Oké, ik ben er even bij gaan zitten, want ik zat net op mijn knieën en het begon echt wel een beetje pijn te doen op een gegeven moment. Ik heb ondertussen de app gevonden. Ik was een beetje vreemd, maar de app heet gewoon Orscana. En ja, dat is aan de ene kant heel erg voor de hand liggend. Aan de andere kant stond er niet bij. En heel vaak heeft het iets een andere naam dan het... Nou, oké, jullie snappen wel. Maar goed, we gaan dus de app downloaden. Als jullie met me meekijken, dan heb ik hier zo de app net gedownload. Oké. We hebben hier de app Orscana. Daar gaan we even aanmelden. Kies even een leuke gebruikersnaam. Nou, laten we Vlienhooi. Wachtwoord, doe heel even buiten beeld. Oh. Soms hou ik aanmelden en inschrijven echt door elkaar, jongens. Ik ben soms niet helemaal echt slim. Oké, nou dan krijgen we dit dus. Nou, we doen maar gewoon aanvaarden. Oh, achternaam. De jonge voornaam is Feline. Ik ben een vrouw. Geboortedatum is 21. Tussen. Dit moet je van jezelf doen, neem ik aan, niet van je paard. 1996. Ik ben, ja, amateur meer. Discipline. Kan je ook meerdere dingen aanvinken? Oh, nou, dan doen we maar... Je hebt echt veel. Wat zullen we doen? Ik doe echt alles, jongens. Oké, ik doe geen galoppaden, geen draverij, geen endurance, geen horseball, geen polo, geen club. Mennen nog niet. Trek doe ik niet. Heb ik 1 keer gedaan. Nou, zullen we maar gewoon lekker saai dressuur doen. Stal Roosendaal. Stal, oké. Bevestig. Succes. Thanks. Oké. We gaan dus, moet je sensor in de koppelingsmodus zetten, druk op de knop van je. Je moet trouwens je bluetooth even aan hebben, misschien is dat handig om te doen. Voor je sensor de rode en groene lampjes branden, daarna verschijnt er een plusknop op de radar. Even dat knopje zien te vinden. Oké, je moet hem dus een paar seconden ingedrukt houden, totdat hij zeg maar allebei gaat branden. Met het scherm mijn paard wijzigen kan je het profiel van je paard configureren en zijn comfort bepalen. Je kunt de app dit automatisch laten berekenen of je kunt het zelf bepalen. De activiteitsindicator geeft aan welk gedrag je paard heeft vertoond tijdens de geselecteerde tijdsperiode. De comfortindicator geeft aan of je paard het te warm of te koud heeft afhankelijk van het vooraf bepaalde comfort. De grafiek toont de evolutie van de temperatuur, de vochtigheid en de activiteit van je paard in de loop van de tijd. Je kunt het weerbericht van diezelfde nacht raadplegen, dat van de volgende nacht en dat van de nacht nadien. Op basis van deze informatie wordt automatisch advies gegeven zodat je het comfort van je paard voor die nacht kunt verhogen. Via het scherm Mijn Paarden krijg je toegang tot alle geregistreerde paarden. Op het scherm kun je de vochtigheids- en temperatuurwaarden bekijken die de sensor heeft gemeten. Het symbool Let op of ook rechts van elk paard geeft aan of het paard zich comfortabel voelt of niet. Oké, we gaan een paard toevoegen. Oké, ik sta toe. Ik snap het. Nu is hij aan het scannen en dan moet hij... Dat lichtje is gaan branden. Ja. Oh, busje komt tevoorschijn. Hij is ook wel echt gewoon gelijk, vindt hij hem. Niet dat ik echt helemaal moet wachten of zo. Nou, naam. Marley. Geslacht. Ruim. Leeftijd. 9. Even nadenken. Hij is een pony. Ja, nu komt het ras. Nou, laten we maar gewoon een fjord doen. Condition. Physic. Wedstrijd voor professionals, wedstrijd voor liefhebbers, paardrijden voor gevorderde hobby, op rust. Wedstrijd voor liefhebbers, denk ik. I don't know. Haar is een zomervacht nu. Instellen van comfortzone. Maar hoe weet ik wat de comfortzone van mijn paard is? Zal ik hem maar gewoon... Ik laat hem gewoon staan op wat hij staat. Hij zegt minimaal 6 graden, maximaal 31 graden. Oh, hij meet ook gewoon echt precies van wat er nu in mijn kamer zeg maar is. Want hij zegt 60% vochtigheid en 29 graden hier naar 29. Is het hier binnen wel
buiten niet. Maar na 90 graden hier binnen is wel erg veel trouwens. Oké, nou, er zijn echt allemaal dingen. Dat ook al Marley heeft het vorige nacht te warm gehad. Deze nacht gaat het warmer zijn. Je moet dus een laag weghalen. Op zo heb ik het ding pas net aangezet. Dus dat kan hij nog niet weten. Dus ik ga hem dan even... Denk ik vannacht even met een dekentje zetten. Of ik ga hem straks gewoon even een paar uurtjes met een dekentje zetten. En dan gaan we zien hoe het wordt. Ik vind het wel een beetje lastig om het, zeg maar, nu dit tijd van het jaar dus te gaan uitproberen. Omdat hij nu zonder deken staat. Al een paar maanden. En in de winter is het natuurlijk geschoren. Dus staat hij wel met deken. Dus dat is een beetje lastig. Maar ja, ze had echt gevraagd of ik het nu wilde doen. Omdat ze nu net ook de webshop heeft geopend en de website en zo. Dus ja, ik kan het moeilijk pas dan dit truc eind van het jaar gaan doen voor haar. Dus nou, ik zie jullie straks op stal. Dan ga ik hem bevestigen en dan ga ik kijken wat voor overige dingen die aangeeft. Oké, ik loop nu in de wei. Ik hoop dat je me kan horen. Het bijt nu een beetje. Ik heb hier een vliegendeken. Dit is niet die van Marley. Maar ik dacht dat hij bij mij in de trailer lag. Toen kwam ik hier aan op stal en toen lag hij er niet. Want, oh, hij ligt bij mij in de berging thuis. Dus het idee was dat ik nu naar stal ging. Het is nu 4 uur. En dan vanavond om 8, 9 uur nog ga. Dan heeft hij een paar uur erom kunnen zitten. Ik dacht van ja, ik heb echt geen zin om nu nog een keer terug naar huis te gaan. Want dan ga ik 3 keer vandaag heen en weer naar stal. Geen zin in. En gelukkig was Jolijn er. Van Laila. En dit is de vliegdeken van Laila. Het is al 175, maar ik ben wel ook een 185. Maar ja, op zich, het gaat er meer om dat dat ding erom zit. Niet dat hij goed past. Hallo! Wat kom ik nou doen? Oh, kind, waar heb je in gelegen met dat ding? Dat is helemaal vies. Dat is een vlieg. Dat is een, ja, deze heb ik best wel vaak omgehad hoor. Niet deze kleur. Nou, ik ga even een poging doen tot we hem omkrijgen. Omdat ik helemaal niks bij me heb of zo. Ja, schattig. Oké, maar heeft nu de vliegendeken om. Hij blijft echt heel braaf staan. Daar was ik ook blij om. Die twee waren gigantisch aan die deken aan het ruiken. Omdat hij natuurlijk op een merrie gelegen is. Ik denk dat hij naar een merrie ruikt. Maar Mar blijft echt heel braaf staan. Maar hij zit al een beetje aan de strakke kant hier. Maakt niet zo uit. Ik ga hem dus hier plaatsen. Hij moet dus in dat gat... van die flank. Dus ik ga hem even hier plaatsen. Oké, nou, ik heb hem hier dus vastgemaakt. En ze zijn echt een beetje raar aan het doen. Want volgens mij denkt hij echt dat Marley opeens een merrie is of zo. Want ze staan hier met alleen maar ruinen bij elkaar. En hij zit er de hele tijd te stalken. En die paarden kwamen ook ineens allemaal daar het hek toe. Die roken denk ik ook een merrie. En ze zijn allemaal aan het flamen de hele tijd. Dus ik weet niet wat het precies is. Maar ik denk dat dat het is. Maar op zich hebben we misschien wel een leuke uitslag. Want dan kunnen we zien. Kijk, Marley staat best wel chill te grazen. Gewoon, die trekt zich er niet zo heel veel van aan. Maar... als hij misschien straks de hele tijd wordt opgejaagd of wat. En ook Bloes gaat nog over een uurtje eruit. Dan gaat hij gewoon lekker op stal. Dan kan je wel straks op die app straks zien of hij dus ook gewoon heeft kunnen rusten. Of dat hij alleen maar het graas was of alleen maar het rennen. Kijk, dit bedoel ik. Dus hij is eigenlijk achteraan aan het lopen. Maar die slaat op zich wel van zich af hoor. Maar ja, het is misschien niet even het handigste. Maar oké, het is maar eventjes voor een uurtje. Nou goed, jullie hebben gezien hoe hij er op zit. Ik zal nog even aan de meiden doorgeven die de paarden straks binnenhalen dat er niks meer raars is en dat ze de deken vooral moeten laten zitten. Oh, maar die komt hierin. En dan kom ik dus rond een uur of 8-9 terug. Dan heeft hij dus ongeveer 4 uur erop gezeten. En dan ga ik even de resultaten met jullie bekijken. En ik had nog even aan Suus gevraagd of ze nog andere informatie heeft die ik even niet zo snel uit dat dingetje heb kunnen halen. De batterij gaat, als je hem 24/7 aan hebt staan, een half jaar mee. En daarna kan je de batterij gewoon vervangen. Dus dat is natuurlijk echt een heel groot pluspunt. En even denken, wat zei ze nou nog meer? Oh ja, je kan ook zien. Dus ja, wat ik in het begin vertelde ik alleen of je kan zien of je paard het warm of koud heeft. Maar je kan dus ook zien hoeveel je paard rust en hoeveel die beweegt. Dus stel hij wordt de hele tijd opgejaagd op de wei of zo. Dan zie je dat. Of hij staat gewoon heel de dag chill te eten. Dan zie je dat ook. Je ziet het ook na een kwartier. Zeg maar, je ziet na een kwartier al resultaten. Dus niet dat je hem 24 uur eerst op te zetten of zo. Dan staat hij alleen eventjes in de trailer. Dan kan je ook wel zien hoe hij het doet in de trailer. Nou, maar die wordt nog steeds een beetje opgejaagd. Ik zie jullie vanavond weer. Oké, dit is dus nu 8 uur geweest. Kwart over 8 zoiets. En ik loop naar stal. Maar hij heeft nog zijn vliegendeken om, had ik gevraagd of ze hem niet eraf zouden halen of zo. Hallo! Hey popje, hoe gaat het ermee? Zal ik hem maar gelijk even bij je afhalen? Je staat nooit met deken op, hè? En Laila moet hem weer terug. Nou, ik ga hem even van je afhalen. Oké, dit is misschien wel leuk om te zien. Hij heeft er mee gerold. Dus hij is nu echt ook al een beetje beschadigd en zo. Ja, beschadigd, er zit zand op. Er zitten wat kastjes op. Maar je ziet wel dat hij wel wat kan handelen, zeg maar, dat er een paard holt.
Oké, de deken is nu af. Je ziet echt allemaal zweetvlekken. Vooral hiervoor. Omdat Marjorie echt nooit met deken nu tegenwoordig staat. En het veel te warm is om met deken op te staan nu. Dus ik ben wel heel erg benieuwd met wat er uitgekomen is. Ik weet niet of hier ook echt dat clipje zat. Dat je echt zo'n wondje ziet. Is hieronder ook bezweet. Ach, kindje. Ik ben benieuwd of het ook uit de test komt. Dat je het te warm had. Oké, ik zit hier dus even bij mijn stal. Samen met Marley. En ik heb hier dus de app bij me. En het is wel chockerend eigenlijk wat er uitkomt. Er staat dat die 1% rustig is geweest. 6% onrustig. 46% actief. En 47% uitgest. Maar dan staat er puntjes omdat het er niet bij past. Dus ik weet nou niet zo goed wat uitgest betekent. Kijk, ik weet niet of je het ziet. Oh, uitgest. Maar goed. Hij heeft de afgelopen 6 uur gemeten. En bij de comfort staat dus dat hij het echt te warm heeft. Maar ben je allemaal aan het... Oh my god. Oké, nou, zover we het kunnen zien. Ja. Dit is dus Marley Ruimfjord, bla bla. Laatste synchronisatie, 20:11:08. Omdat ik hem toen eraf gehaald heb. Het is nu 20:12. Dit is het uitgest, maar ik kan er ook niet op klikken of zo. Dus ik weet niet precies wat het betekent. 6 uur en kijk, te koud en te warm. Temperatuur 32 graden, vochtigheid 88. Nou, komt het omdat hij zo heeft zitten zweten. Er staat dat hij om 16 uur echt wel tegen de bovenste grens aan zat bij te warm. En daarna minder. Daarna is hij wel op stal gegaan. Dus misschien is het ook wel omdat hij natuurlijk een beetje achterna gezeten werd. Maar wil jij even niet ontsnappen? Dit kan niet. Ga eens even terug, hè? Kom. Ga eens even terug hier aan stal in. Ja, ja, achteruit loten. Ja, gaat goed. Goed zo. Maar toen werd natuurlijk een beetje achterna gezeten. Dus of het dat is, dat weet ik natuurlijk niet. In stal is aan de ene kant, op de wei waait het ook alweer meer. In de stal natuurlijk niet. Dus, maar goed. Maar ik ben nog een beetje aan het sneakyen. Kom eens hier. Even terug in stal. Maar goed, ik vond het wel heel interessant eigenlijk. Omdat je er allemaal uitkrijgt. Ik ben ook wel heel erg benieuwd wat er bij die voor de rest bij het detail staat. Ik vond het heel erg interessant. Ik hoop dat jullie het ook interessant vonden wat zo'n klein apparaatje eigenlijk kan doen. Hij kost 100 euro. Dat is best veel geld. Misschien voor de informatie die je voor terugkrijgt niet. En aan de ene kant, ik denk dat een recreatieve ruiter minder hier aan zal hebben dan iemand die veel sport met zijn paard. Kijk, nu heeft Marnie geen deken op. Dus dat heeft voor mij geen zin. Maar straks in de winter ga ik hem ook denk ik zeker wel gebruiken. Omdat ik dan toch wel benieuwd ben hoe warm hij het heeft. En of ik dan een lichte deken op moet doen. Niet mijn deken, niet mijn vingers opeten. Ja, dat is een camera. Ja, kom, daar ben jij. omdat Marley is toch wel koudbloed. Dus hij zou het makkelijker tegen de kou kunnen dan een normaal paard. Hij staat ook eigenlijk nooit echt dikker dan 300 gram in de winter. Tenzij het echt enorm vriest en dan is hij echt net geschoren. Dan zet ik hem wel onder 400 gram. En maar terwijl sommige paarden gewoon rustig onder 500 staan. Dus dat is natuurlijk wel een beetje een verschilletje. Tegen die tijd... Zal ik jullie wel weer een keer, nou, per se een video erover maken, maar erover vertellen van dat ik hem weer om heb en wat dan misschien de uitkomsten zijn. En voor nu is het dan bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie dat dus interessant vonden. Laat even weten wat je ervan vindt en of jouw paard snel koud heeft of niet. Of misschien wel snel warm heeft of niet. En ook of hij een vliegendeken draagt in deze tijd en hoe jullie dat dan doen of hij dan niet te snel te warm krijgt. Want ja, kijk, die vliegendeken zat bij mij wel te strak, dus misschien was dat het. Maar ja, hij zweet wel echt heel erg. Dus als hij echt met vliegendeken moet, dan heb ik wel een beetje een probleem. Nou, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer weer. Doei doei!